Ah, ik heb je geraakt. Dat is fijn, hè? Kom op! Wat een sukkel. Hij gaat gewoon een beetje rustig. Pingwing. Dit is weer een free kill. Ik ben het hier niet mee eens. Oh my god! Oh, je moet echt rennen! Kampvuur! Oh my god! Vandaag gaat er iemand rijk worden en vandaag gaat er iemand heel erg blut zijn. Ik denk dat jij het bent. Jij gaat blut zijn. Nee. Jawel. Nee, jawel. Ik ga winnen. Ik ben een professionele Fortnite-speler. Ik ben best wel pro. Jongens, wat we vandaag gaan doen. We gaan vandaag beide één solo-padje doen. En degene met de meeste punten, die gaat met die 50 euro naar huis. We hebben beide 50 euro. Als jij bijvoorbeeld de meeste punten hebt, krijg jij die van mij. En als ik de meeste punten heb, krijg ik jouw 50 euro. Dus ja, je wilt dus 50 euro rijker of 50 euro armer. Zo simpel is het. Ik ga wel als eerste beginnen, want dat lijkt me gewoon leuk. Lekker beginnen. Let's go. Elke kill is natuurlijk gewoon een punt. En we hebben ook placement punten. Dus als je in de top 25 komt, heb je één punt. Als je top 10 bent, krijg je nog een puntje bij. Top 5 is ook nog een puntje bij. Top 3. Nog een puntje en een Victory Royale is 3 puntjes. Dus met placement kan je ook aardig puntjes pakken. Weet je wat? Ik ga gewoon voor een hot drop. Let's go. We gaan gewoon letterlijk naar Shifty. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga gelijk 6 kills pakken en ik ga niet dood. Nou, trouwens, als ik 6 kills pak, ik durf te wedden dat jij niet meer dan 6 punten krijgt. Nou, dan ga ik gewoon net uit camp en de laatste guy doodmaken. Dan heb ik 7. Ja, de laatste guy doodmaken. Dat is al nummer 8. Ja. Je kan inderdaad maximaal 7 punten qua placement halen. Dus als je wint, krijg je natuurlijk 3 punten. Maar dan moet je wel winnen, anders heb je er maar 4. Ja, true. Hier zit geen kist. Ik moet een shotgun pakken. Let's go. Gelijk building met. Soms ben je gepakt. Oké. Nog een shotgun. Heel erg nice. Oh, kom je op. Iemand valt hier. Wat? Huh? What the fuck? Is hij fucking druk? Waar is hij? Ah, hij is hier beneden. Andere shotgun pakken. Die zit fucking. Gewoon ingedrukt. Oké, never mind. Let's go, pumpje erbij. We hebben 1 kill, dus dat is 1 punt, maar ik ben er geraakt hoor. Wacht, dit is trouwens wel iemand anders wie dit was, hè? Ja, er zijn meerdere. Er zijn meerdere. Oké, Cheshire, let's go. Oké, even lekker healen, let's go. Want ik heb helemaal niks voor healing verder, dus even de ding aan gooien. Come on, mate. Er is hier sowieso nog iemand, of die is gevlucht, dat kan natuurlijk ook. Oké, even lekker healen. Let's go. Waar is die kerel? Heeft hij die huizen daar geloot? Die kans zit er best wel in. Geen idee of hij daar zit. Oh, die staat ook gewoon nog een fucking vending machine. Blauw pump. Blauw pumpie. Even kijken. Dit is een moeilijke. Nee, grapje. Blauw pump, sowieso. Ga voor die blauwe pump. Hoppakee. Oh, zag je hem? Dan liep iemand over die berg. Wat? Die ging naar beneden. Oh. Ja, daar. Oh, hele goeie. En ik hij heeft ook geen shield. Ik had dit niet moeten zeggen, man. Ja, dankjewel. Leuk. Nooit gezien. Mijn centjes. Ja, joh. Wat? Bloem! Een dikke fucking bot is het weer. De bloem is in fucking scene, ouwe. Hier, deze gaat dood. Let op, deze gaat dood. Deze gaat dood aan mijn granaten. Niet dood? Oh my god, ging me alles mis? Kom op. Grijze fucking bloem. Jemig, de bloem, ouwe. Die was zo erg. Ik aimde perfect namelijk. Kom op. Oh, joh, buis staat maar lekker in. Gelijk. Wat? De laser. Wat? Ja, dat was een zieke laser. Maar... Nee, wat doe ik? Is die ceiling niet van mij? Dude, dit is zo moeilijk timen dit, joh. Dit is echt lastig. Ja, fucking get it, bruv! Bruh! Oké, die was lekker. 3 kills al, bijna top 25. Oké, ik overweeg oprecht om deze shotgun op te pakken. Ik ga het doen. Het is echt, het timen nu, ik ben deze shotgun nu zo gewend en de pump is gewoon niet meer mee te timen. Oké, dan neem ik deze ook even lekker mee. Ik hou deze SMG, want die vind ik best wel chill. We hebben al 3 kills, Jeroen, en ik ben bijna top 25. Dat zijn bijna 4 puntjes. Mm. En ik hoor je nog meer mensen. Ik kan rustig aandoen en... Nee! De bloem! De bloem, het is verschrikkelijk! Ik eet toch gewoon goed, of ligt het aan mij? Oh, nee toch. Nee! Jammer dat ik die andere kill er niet bij had. Ah, ik ben er blij om. We hebben 4 kills. Dit is helemaal kut dat je van die free killetjes pakt. Nee! Oh shit! Hij zat er niet in. Hij zat er net niet in, ouwe. Helemaal kut. Kom op. Are you my friends? Kom op. Oh my god. Are you kidding me?
Oeh, dit is niet leuk. Dit is niet leuk. Kom op, nog één plekje. Eén move dood. Dan heb ik een punt erbij. Kom aan, dit moet lukken. Rustig spelen, gewoon rustig spelen. Okay, ik heb ja, top 25 heb je. Dat is ja, 5 ja, ik heb de top 2. Sowieso 5 punten. Nee, hij zit net boven. Hij zit net boven. Ja, even een nieuwe shotgun. Even een nieuwe shotgun. Ik ga voor die nieuwe shotgun. Je moet ook building mats hebben, man. Je hebt building mats nodig. Hey, you fucking go, bro. Oké, let's go. Heb ik building mats? Ja, ligt nog steen, Yes, 5. Achter je ligt nog meer steen. Oh, hier, wat? Oké, got it. 31, netjes. We gaan er wel voor. Ja. Gaat goed. Hey, er zit nog een guy boven, ja. Je kan wel nee, die is lang weg. Oh, echt? Ik hoor hem echt leiden. Zat hij daar nog steeds, hè? Jammer dat hij net niet in mijn box zat, want dan had ik hem net getrapt. Oh, hier hoor ik iemand leiden. Oh, daar. Die is very close to me. Yes. Oh, snipe. Hij snipe zeker. Snipe hij niet? En mijn bal. Nee! Mijn ballen. Oeh, hij gaat met granaatjes gooien, deze man. Waar gooit hij? Nee! What? Ouwe. Dat was echt wel een Kobe granaatje. Oh my god, dat was even een Kobe van hem. Ah, ik heb je geraakt. Dat is fijn, hè? Kom op! Wat een sukkel. Hij gaat gewoon een beetje rustig. Dit is weer een free kill. Ik ben het hier niet mee eens. Oh my god! Oh, je moet echt rennen! Kampvuur! Oh my god! Oh my god! Ah, dit is rendabel. Hij heeft me één keer geraakt. Hij heeft me één fucking keer geraakt. Dit is toch verschrikkelijk, hè? Ja, waarschijnlijk een gewone pump. Ja, gewoon een pump. En hij shotgunde me één keer en ik had echt 100 HP eraf of zo, als het niet meer is. Dude, er ligt nog een medkit erachter. Oh, die wil ik ook. Oké, wacht tot dit klaar is. Ik denk wel dat ik fucked ben. Oké, maar we gaan door. We gaan gewoon lekker door. Let's go. We zijn echt bijna dood. Maar we zijn top 18 nu. Dus we moeten nog 8 plekjes opschuiven, zeg maar. Dan heb ik nog een puntje erbij. Maar ik heb nu in totaal al 6 punten. Dus dit is gewoon hartstikke netjes. Overtref dat maar eens, Jeroen. Oh, dit gaat heel lastig. Als je dus nu gewoon gaat campen, de hele game, en je dan pakt moet ik per se winnen. Dan heb je 7 punten. Ja, dan moet ik gewoon per se winnen. Ja, dat klopt. Maar ik ga sowieso niet campen. Dat zou ik ook niet doen. Ik heb gewoon geen sniper. Dat is heel erg vervelend. En ik heb mijn ballen niet. Ik heb niks. Oké, gaan we dan. Hier zit waarschijnlijk iets of niet. Zit iets? Oh, ja, die kan ik wel goed gebruiken. Let's go. Kom op, ik heb bandages nodig. Come on, man. Hier, ga omhoog. Even hier loeren. Moet hier wel een medkitje of zo liggen, toch? Ga gewoon even loeren, hoor. Vaak ligt hier nog wel iets binnen. Nee. Helemaal niks. Mooi. Bijten. Oké, ik ga gewoon naar de zone. Hier zit nog een campfire, maar die ga ik niet pakken, want ik ga gewoon in één keer door. Hier wordt volgens mij toch echt wel een campfire gepopt, hoor. Oké. Is dit... Nee, hier staat eentje. Je weet ook gewoon dat hij low is, omdat hij bij een campfire staat. Yep. Ja, hij is super low. Hij is tering low. Hij plaatst overal traps. Ik hoor hem overal traps spammen. Hij hoeft maar één keer... Nee! Let's go. Ook bijna top 10. Ik ga dit nooit doen. Bijna top 10. Oude succes. Pas op voor de trap. Hier zit ergens een trap. Ik weet niet precies waar. Ik heb een scud erbij. Ik heb building mats erbij. Nog een positief nieuwtje. En hier staat een launchpad als het goed is. Yes, die pakken we er ook even bij. Maar ik heb nog steeds geen HP. Ik heb nog steeds geen HP. Ik ben nog steeds screwed. We moeten gauw weg hier. Oh nee, hij komt achter me aan. Kut, top 10 heb je. Ik heb de top 10 ook. Let's go. Oh, daar is iemand red van je. Ik guess die ging snipen. Impuls 1. Nee. Impuls over hem heen. Ik ga het niet doen. Oh, hier zijn er zoveel. Headshotje. Oh shit, ik ben zo fucked. Nee, oh, ik beukte hem weg. Nee, bijna niet. Bro, de panic. De pure paniek. Hij zat bij mij in de box. Had je geen traps of zo? Nee, ik zocht de traps al. Ik zocht de traps, maar ik zag dat ik niks had. Ik had letterlijk niks. Ik heb 6 kills en qua placement heb ik 2 punten. Dus ik heb in totaal 8 punten te pakken. Dat is op zich wel in te halen. Het is prima te doen. Als jij in de top 5 is, krijg je een extra puntje erbij. En als je top 3 bent, krijg je een extra puntje erbij. I got this. Oké, ik ben benieuwd. Het gaat om 50 euro. Jeroen, succes. Ik ga een shifty pick. Oeh, let's go Jeroen. Ik weet niet wat het is, maar ik heb het gevoel dat jij gewoon zo'n 8 kill game hebt en dat je ja. Ik weet het niet man. Jongens, dit gaat gewoon om 50 euro. Hè. 50, weet je wat je met 50 euro kan kopen? Heel veel 4 bucks. Ga gewoon naar tilten, kom op. Nee, fuck off. Ja, wees cool. Ouwe, ik moet een beetje safe spelen als wees ik cool. Wil winnen. Oké. Gaat ie hoor. De man hemzelf. Hier ligt niks.
Bruh, geen chest, wat? Oké, okay, we hebben aardig wat shields, maar ik heb nog geen gun. Je hebt geen guns, Jeroen. Nou, ik ga eerst die shields poppen. Niks. Waarom zou je shields poppen? Serieus, waarom zou je dat doen? Als er iemand komt, ben je dood. Ja, dus? Als je, je moet altijd eerst een wapen hebben voordat je begint met shielden, vind ik. Dat is mijn mening. Als ik nu ga lopen, is de kans alleen maar groter dat ik iemand tegenkom. En dat, je kan beter iemand tegenkomen wanneer je shields hebt ingenomen. Nee, je kan beter iemand tegenkomen als je überhaupt kan terugvuren. Want je hebt ook geen building match. Je kan niks, nee. Kijk, hier. Oeh, hij heeft een wapentje te pakken hoor. Ook best nice. Oeh, kijk eens aan. Chug, ja. Oké, met deze items hier kan ik wel wat mee doen. Ja, hier kan je zeker wel mee. Zijn er mensen? Ik denk dat er niemand is of wel. Oh, zeker wel. En, dat zijn twee hits. Oké. Kut, zit iemand naast me. Oeh, bouw voor rechts. Antwoordje gelezen. Oh, hey, waarom geef ik je tips? Dat is echt onzin. Ah, die ene guy komt nu. Oeh, ja hoor, hij heeft hem te pakken. Hé, dat was Ninja. Je hebt Ninja gekilled. Je hebt fucking wrecked, kid. Oké, Jeroen, kom op. Pak hem. Hallo. Ik dacht dat de mini-shield al gepopt was. Nee, komt hij? Nee. Oeh, dat is een headshotje. Weet je wat, jongen? Wauw, ik kan gelezen worden. Pas pak zijn building met. We wachten gewoon eventjes. Laat hem maar komen. Oh, dit is wel gespannen hoor. Je hebt zo meteen misschien dus 2 kills. Oeh, top 25 komt eraan. Is hij... Ah, volgens mij is hij weg. Nee. Oh! De panic! Bruh! Schiet, ouwe. Hij mist alles. En pof, je hebt hem. Wat een noob, yo. Ouwe, ik zat zo hard op de shifter rammen, maar die fucking ramp, ik wilde een ramp boven hem bouwen, zeg maar. Wauw. Oké. 2 kills, top 47. 12 shots voor de grenade launcher, oké. Even zien, ja, ik ga alvast die kant oplopen. Het is mooi geweest. Niet zo boos in de bomen, man. Je knalt letterlijk op de boom. Je kutmuis met die sensitieve kutknopjes, jongen. Ik zit gewoon te klikken en in één keer scroll ik en ga ik van gun. Ah, jongen. Waarom lach je? Ik ga dit winnen, je weet het zelf ook. Oh! Waar schiet jij op? Oh, wat? Huh? Is dat hem echt? Ik zag hem niet eens. Ongelofelijk. Wat? Hij doet niks. Hij doet niks. Oké, grenade launcher, man. Ja, perfect. Het finish is. Oké, hoog schieten en... Ah, er zit nog iemand van die kant. Boe! De laatste kant. Oh, daar is iemand. Dude, je hebt al 3 kills. Nee. En nog iemand komt eraan. Nee. Ja, loop bij dit ramp omhoog. Oh, daar ga je doen, hoor. Wat? Nee! Waar gaat die heen? Land erbovenop. Land bovenop die dingen. Dat doet echt niemand doet dat. Dat moet je echt vaker doen. Van als je met achter. Nee, ik volg deze guy. Ja, volg. Maar ga op de opstand. Op die dingen staan. Hier, en nu schieten. Perfect. Ah, daar zit ook iemand op de berg. Lang met rust. Je werd bijna gesnuift. Oké, pak hem. Pak hem. Deze heb je. Oeh. Nee! Ja, pak hem! Hier komen, kut! Jeroen! Kom, deze moet je hebben, jongen! Ja! Kom op! What the fuck, er staat iemand voor me! Ja. Oh my god, je kan zoveel kills pakken! Oh my god! Ah. Laser hem dan! Nee! Ouwe, zoveel potentie. Hier allemaal weggegooid. Heel erg blij mee. Dit is echt heel kut. En je gaat er gewoon boom maken. Ik heb 12 building mats, oh ja, kut. Goeie. Oeh, dat is... Wat doe jij? Hou je back, professionele Fortnite speler hier. Oh my god. Yo, je hebt zoveel kills wat opraad. Echt letterlijk 3 kills. Het zit niet mee. Nou ja, je kan nog makkelijk winnen. Ik had 8 punten, je zit nu al bijna op 4. Ja, ik wil gewoon het boom maken, man. En gewoon even voor die placements gaan. Top 25 is Jeroen inmiddels, dus die 4 puntjes zijn binnen. Je moet nu nog 4 erbij krijgen en dan sta je gelijk. Oh my god, ja, Oké, top 5 is denk ik echt wel te doen, sowieso. Ik hoop echt dat je gesnuift wordt, dat is niks. Gewoon echt een ziek anti Climax. Dude, je gaat er niet met een AR spam op iemand die een sniper heeft. Ah, jongen. Wat weet jij nou van Fortnite, daarom? Ja, wat weet jij nou van Fortnite? Genoeg voor 8 punten. Ik heb 8 puntjes. Ja, maar ik ben nog niet klaar met mijn potje. Ja, dat klopt. Oh, de quick edit. Jij moet niet zo lachen. Een beetje respect voor het feit dat ik op een compleet nieuwe computer speel, oké? Het is soms zo grappig hoe je zo'n build misplaatst. Ik weet het, het is gewoon grappig. Ik ben een beetje melig, Jeroen. Oh, ik moet fucking ver. Oeh. Jeet.
Bam, oh, dood te vol. Dat is heel slim, gewoon inderdaad jezelf lekker naar voren boosten. Ja, ja, daar gaat hij hoor. Hé, hey, pak dat ding. Nee. Jeet. Oké. Joh, ouwe, als je die gigabyte of wat het ook is, wat is dat ook alweer? Of, nou, hebben ze, weet ik veel. Oh, er was letterlijk iemand achter je. Er was iemand achter je wel. Jij tikt ook heel rustig. Natuurlijk. Zo gecontroleerd. Je moet die first shot accuracy ja, moet je pakken. Ja, dat klopt wel. Ik zag zit ja, iemand ja, achter ja, me. Ja, precies. Ik zei het toch. Ik zei het iemand achter je. Er was echt iemand achter je. Ja, ik hoor hem ook wel. Hier, check dit. Check dit. Dat was die kerel. Dat was die ene kerel van zo net. Je hebt hem. Hij was back de hele to the lobby, wel. Kid. Hoppakee. Back ja, to okay. the fucking die kill, lobby. Die kill verdien wel. Je zit inmiddels op 5 puntjes. Oh. Ik moet wel oppassen. Ik zie dat. Ah, joh, ik ben nergens bang voor. Volgens mij loop je letterlijk. Nee, niks. Ik zeg niks. Ja, pak hem maar. Ja, jullie volgens mij letterlijk een paar shotgun voorbij. Nee! Nee! Oh, is dat geen paar shotgun? Jawel! Oh, waarom zeg ik dit? It's fucked up! Waarom zag je niet? Je liep er niet langs. Ik voel me op zich wel verzadigd in de loot die ik heb. Ja, oké. Okay. Ik ben er niet zo mee bezig, joh. Oh, je hebt maar 14 shots, man. Wacht maar totdat ik zo even iemand kill die de hele game voor mij aan het farmen is geweest. Die gewoon 999 van alles heeft. Gewoon zo'n echt zo'n bot. Oh, ik zie hem. Oh, zie je hem? Dat is wel de ultieme bot. Ja, ja, ja. Dat is een zieke bot. Nee! Oh. Dan heb je al 5 kills. De bot. Oh, nee. Oh. Nee! Jij gaat het winnen. Ik heb het gevoel dat jij het gewoon gaat winnen, Jeroen. Edit hem! Woe! Oké, okay, heeft hij. Kijk, hey, heeft kijk eens naar die building mats. Dit was hem. Oh my god, je called hem letterlijk. Inderdaad, iemand die super veel building mats heeft. Wauw. Geen shotgun kogels, meen je dat? Oh nee. Wauw. Ja, dit is mega. Dit is echt mega. En nog shields. Hij heeft 6 mini shields. Ik heb alleen traps. Nee, joh. Top 10 is nog een puntje, toch? Met placements. Ja, je hebt nu letterlijk al 6 punten. Je gaat naar 7. Had jij 6 kills zo net? Ik had 6 kills. Bruh. Dat is allemaal niet grappig. Yo, hey, normaal als ik dat soort shots doe, dan kom ik niet eens in de buurt. Oh. Ah! Hey, dat is de kerel win! Die kerel! Hij springt er meteen ook uit, joh. Deze gek. Ah, ik ben beschoten! Oeh! Oké. Je gaat zulke domme 90's doen, dit is belachelijk, joh. Nou, dan gaan 300 building met. Ja hoor. Oeh. Oeh. Als je net uit die balkon schiet, dan zou die doodvallen, hè? Ik ga erachteraan. Pak hem, man. Pak hem in die balkon. Oh! Ga dood, Jeroen. Oh, nee. Hij leest die keer zo. Nee, hij doet niks. Hij doet letterlijk niks. Nee. Bruh, de aim. En Jeroen mist. Wat is er met mij? En hij mist. Ouwe, ouwe. En hij mist. Ouwe. Oh my god. Oh my god. Ik bot hem volledig uit. Ik bot hem echt volledig uit. Ouwe, hij heeft 2 HP. Ja, maar hij was fucking slecht. Ik had 20 verschillen. Als ik ging sprayen met mijn AR, dan was hij dood. Okay, ik geef je het voordeel van de twijfel dat inderdaad de sensitivity niet helemaal goed afgesteld stond. Dit is niet eerlijk, Jeroen. Maar ik kon ook gewoon weglopen voor die trap. Mag ik hem houden? Nee. You know how we call those? Nee! Harm, je hebt gewonnen. Ik heb gewoon ouwe, ik dacht no joke. Ik dacht echt dat deze game zou winnen. Ik dacht het oprecht. Ik weet niet wat er gebeurde. Ik kan niet onder druk presteren. Ik kon ook gewoon echt al 4 keer. Als ik mijn pickaxe had gepakt, kon ik de trap dodgen. Je als kon ik de gewoon, trap inderdaad. Als ik kon gewoon naar achteren lopen en er weer uitlopen. Ik kon de trap dodgen. Wat doe ik? Ik probeer met mijn shotgun een muurtje stuk te schieten. Alsjeblieft, jongen. Dankjewel. Jongens, 50 euro! Jongens, wat moet ik hiermee doen? Moet ik meer 4-bucks kopen? Moet ik. Ik weet het niet. Moet ik een leven kopen? Misschien is dat wel slim. Jeroen, bedankt voor het meedoen. Het was heel erg leuk. Ja, en leuk. Ik heb gewoon fucking gewonnen. In ieder geval jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dikke doei. En dikke later.